Na zdrowia. Dobrze nog? Met wat volgende keer. Wat doet zijn zus met een scheur in haar mooie rok? Kassatje. Wat doet een rus met een staart van een geitenbok? Kassatje. Olga doet het langs de Wolga, Ivan doet het voor de divan. En Kalinka doet het in het kippenhok. Ja, dus in de pinten pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan stuk. Kassatje. Dan gaat dat anders dan bij ons in vlees en beken. Ja, die kozakken, die hoor je smakken. Nee, op wat liters vodka wordt dan niet gekeken. Dan hoor je hoi, hoi, hoi. En dan word je kassatjo. Hoi, hoi, hoi. En ze nemen nog eens lok. Dat is dropje, dop je nog? Wat doet een rus met een gat in zijn linkersop? Kassatjo. Zijn zus met een scheur in haar rode rok. Kassatje. Wat doet een rus met een staart van een geitenbok? Kassatje. Olga doet het langs de Wolga, Ivan doet het voor de divan. En Kalinka doet het in het kippenhok. Ja, tussen de pinten pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan de kassatje. Met hele bussen hier op vakantie in Mazeik en schraven voeren. Pas op die Russen, ze zijn in bussen. Een groot gevaar voor alle Vlaamse cafévloeren. Ze roepen hoi, hoi, hoi. En dan word je kassatje. Hoi, hoi, hoi. En ze nemen nog een bok. En als dropje, dopje nog. Wat doet een Rus met een gat in zijn linkersok? Wat doet zijn zus met een scheur in haar blauwe rok? Wat doet een rus met een staart van een geitenbok? Olga doet het langs de Wolga, Ivan doet het voor de divan. En Kalinka doet het in het kippenhok. Ja, dus in de pinden pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan de kassatjok. Olga doet het langs de Wolga, Ivan doet het voor de divan. En Kalinka doet het in het kippenhok. Ja, dus in de pakken doen die Russen en Kozakken nog iets anders dan stuk.